Nou, welkom hier op onze eerste proefoogstlocatie van Bouwboeren. Hier telen wij industriële hennep en twee typen sorghum voor toepassing in de bouw en de logistiek. Wat voor producten kun je hier dan allemaal van maken? Nou, waar het nu voornamelijk voor wordt toegepast is isolatiemateriaal. Maar er zitten ook heel veel houtachtige delen in deze planten en die kunnen we uiteindelijk ook bijvoorbeeld weer tot plaatmateriaal omzetten. Dat hier zie je de plantjes al komen, dat uiteindelijk dit plantje doorgroeit tot een product wat wij kunnen verwerken in een woning. En dat ziet er dan zo uit? En dat ziet er op deze manier dan uit. Als wij deze woning zouden maken op de traditionele manier, dan kost dat ongeveer 50 ton aan CO2, wat het juist uitstoot om die materialen te maken en erin te zetten. Maar het mooie van dit materiaal is dat het 50 ton opneemt. Ja, dit is ons proefoogstjaar en dit jaar telen we zo'n 25 hectare, goed voor zo'n 25 woningen, om daar 25 woningen van te maken. En binnen 5 jaar willen we al zitten op een aantal van zo'n 1500 woningen per jaar, wat we kunnen oogsten hier van het land. Het is voor mij de eerste keer dat ik dit nu zo doe. Ja, we zijn eraan begonnen en ik weet ook nog niet of het een succes zal zijn, maar goed, we gaan het gewoon doen. Is dit nou wat u betreft ook de toekomst van de Nederlandse boeren, in ieder geval deels? Nou, voor een gedeelte wel. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk te zeggen van joh, we moeten nu omschakelen en dit is wat het is. Maar het moet nog maar blijken of je hier ook je geld mee kunt verdienen. Ik denk dat het kan en dat is voor mij ook de reden om het te gaan doen, pionieren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.